Oké, jongens, ik wil een nieuwe serie gaan starten. Ik ga niet met mezelf spelen, dat heb ik wel even gedacht, maar dat wilde ik in het begin wel. Maar nee, toch niet. Ik denk dat het dan Romantische Sim is. Van welke groep wil ik deel uitmaken? Van mezelf en mijn denkbeeldige vrienden, nee. Ik lijkt een andere volgen. Acteren is een Oh. middel tot het winnen van een Starlight Award. Er is iets wat ik wil, maar ik kan het me niet veroorloven. Wat doe ik? Geld op zak houden. Lijkt me een beetje dom om nou te gaan stelen, zeg maar. Het lichten. Het is lichten, camera en romantiek. Wat de hel. Oh, Als ik mezelf op kunstzinnige wijze wil uitdrukken, dan speel ik wel muziek. Het beste Barrage. eten is bereid op een kok. Oh, Het is tijd om naar een nachtclub te gaan en de hele avond te dansen. ja. Sociale evenementen ben ik. Ik denk wel de gangmaker. Als Warbaturanga. ik televisie kijk, let ik het meeste op mijn telefoon. Wauw. Nee, hoe de acteurs hun emoties laten zien. Oh, Wauw. squareem. Oké, heel eerlijk, dit is dus niet wat ik had verwacht. Een man met blauw haar. Helemaal top. Geweldig. Wat? Nou, die gaan we dus even aanpassen. Ik ga denk ik niet alles opnemen. Ik denk dat ik ja, voor een deel. Zo. Oh, wat mooi. Ik vind hem nu wel leuk. Ik weet niet. Ik denk dat ik deze keer een keer begin met een man. Want ik begin altijd met een vrouw. Op de een of andere manier. Ik weet niet wat het is, maar. Zo. Beetje kleiner. Zo. Ik weet niet wat het is, maar ik begin echt altijd met een vrouw. Dus misschien is het nu wel leuk om met een man te beginnen. Ik vind deze kleur ogen vind ik zo mooi. Dit is. Oh, ik kan niet zien welke kleur groen het is. Het is niet de felle groen, maar een beetje de grijsgroene. Bruin-grijsgroene. Ik heb geen idee. Deze. De lippen. Vind deze wel mooi. Ja, en een baard. Ik wil op zich wel een baard. Maar niet zo. Ik wil een beetje dit. Ja, dit vind ik wel mooi. Een beetje van die stoppeltjes zo. Geweldig. De oren hoef ik ook niet zo groot. Beetje zo. Ja, dat vind ik prima. Hij heeft een beetje een grote kin. Zo. Ik vind het wel een mooi gezicht. Zijn gewicht vind ik dan weer niet mooi. Zo een beetje en dan Brand new. lekker gespierd. Ho, Is dit genoeg? Ah, iets meer gespierd mag wel. haha. Dus genoeg, vind ik. Want dan zie je het net die blokjes zo. Oké, zijn gezicht is goed. Zijn lichaam vind ik ook goed. Nu gaan we hem kleren geven. Ik denk dat ik trouwens alleen begin met, ja, deze man. Ik vind deze wel leuk. Ik denk trouwens dat ik gewoon alleen. Dat heb ik nou al 3 keer gezegd. Oh. Ja, ik weet niet. Ik vond het wel leuk. Het leek me wel leuk om een nieuwe serie te starten. Dus dat ga ik nu ook doen. En tot nu toe loopt hij nog niet vast of zo. Dat vind ik wel fijn. Want dat had ik dus de vorige keer wel heel erg. Waarom, dat weet ik ook niet. Maar hij liep toen heel erg vast. Nu valt dat eigenlijk heel erg mee. Nou ja, laten we het maar afkloppen. Ja, laten we het maar afkloppen voordat het dadelijk in 1 keer vastloopt. Ik vind dit echt mooie schoenen. Wauw. Oh nee.
Oké, dit vind ik dan weer een beetje te. Zo. Formeel, ik vind dit wel mooi. Even kijken, waar is hij? Even kijken hoor. Deze. En dan... deze schoenen. Ja, ik pak altijd hetzelfde op de een of andere manier. Maar ja, maakt trouwens ook niet uit. Ik ben nooit echt zo lang bezig met Sims maken. Het valt eigenlijk best wel mee. Omdat ik het ook niet leuk vind. Ik vind de gameplay vind ik leuker dan zeg maar het spel zelf. Ik ben trouwens, ik word niet gesponsord om dit te doen. Dus ik krijg geen pakketten gratis of zo. Ik speel dit gewoon omdat ik het leuk vind. Dus het is niet dat ik nu in één keer Sims ga spelen omdat ik ervoor betaald krijg. Want ik speel sowieso niet. Met al mijn video's die ik maak, verdien ik geen geld. Laat dat even duidelijk zijn. Ik verdien gewoon geen geld met het opnemen van video's. Of plaatsen van video's. En dat vind ik ook niet echt erg of zo. Ik speel gewoon omdat ik het leuk vind. Dus ja. Dat vind ik eigenlijk al voldoende. Ik vind deze wel leuk. En dan... deze broek vind ik niet zo leuk. Waar is die nou? Ik had toch net een leuke broek. Deze? Oh. Wacht even. Zo, dat hoeft niet, hè? oh, wauw, hij heeft nog best mooie schoentjes. Maar volgens mij passen ze niet zo goed. Ja, ik weet niet. Groen en zwart. Nou, ja, ik zou dan eerder voor deze kiezen. Maar ik wil eigenlijk iets anders. Dat is dan weer licht. Nee. Ik ga eigenlijk toch voor... wat zijn dit? Deze. Mijn zwemkleding of zijn zwemkleding. Ik weet eigenlijk geen naam. Nee, ik heb geen idee hoe ik hem moet noemen. Dat is altijd het meeste. Dat is altijd hetgene wat ik niet... Wauw. Ik kom eens lekker goed uit mijn woorden vandaag. Dit is altijd hetgeen waar ik mee vastloop met namen verzinnen. Ik ben gewoon niet zo goed in namen verzinnen. Dus ik ga nu alvast nadenken. Misschien dat ik dadelijk wel iets tegenkom of zo. Geen idee. Ja, ik vind het wel leuk. Lekker eiland of zoiets. Ik denk niet dat ik hem op een eiland laat wonen. Dat vind ik dan ook niet zo leuk. Of wel natuurlijk. Ja, maar dan is hij niet echt een feestbeest. Ik weet het nog niet. Ik denk, ik zie hem wel eigenlijk aan alsof hij op een eiland woont. Dus misschien dat ik wel op het eiland ga wonen. Het kan wel, dus ja. Op zich maakt het ook niet heel veel uit. Nee, op zich maakt het niet heel veel uit. Ik moet alleen even kijken of het kan. Nou kijk, dit is dus mijn man. Ik wil heel wel... ik wil wel heel even het kapsel hierbij veranderen. Want dit... misschien dat ik dan dit kapsel kan doen of zo. Dat vind ik ook wel leuk. Ik vind deze beter. Want zijn eigen kapsel is dit... en dan is dit kapsel dit. Dit is dan iets langer. Achter maakt ook niet uit trouwens. De rest laat ik zo. Dat vind ik niet zo belangrijk. Goed, de naam. Ik heb trouwens een app op mijn telefoon. Waarbij ik allemaal namen heb. Ja, dat is Babynamen NL. Maar oké. Maakt op zich ook niet uit. Misschien is het leuk om hem Lucas te noemen. Ik denk dat ik hem gewoon Lucas noem. En dan de achternaam. Yeah. Dat weet ik toch weer niet. Achternaam. Nee. Of man, nee. Lucas. Lucas van den Berg. Nou.
Oh. Oh, weet je, ik heb nou een hele leuke naam. Oh ja. Nee, dat is ik dacht Lammers, maar dan is het Lucas Lammers. Dat L, die L de hele tijd. Nee. Lucas. Weet je wat? Nee, die vind ik ook weer zo lelijk. Oeh. Lucas de Jong. Nou, laat het hier ophouden. Even kijken. Zijn verhaal zegt dat ik mijn carrière als artiest heb. Vaardigheid acteren, vaardigheid dansen, startkapitaal is standaard. Nou, ik denk dat ik gewoon hiermee begin. Ik weet niet, ik wil trouwens wel een hondje. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Jongens. Nee, ras filteren, ik wil een lekkere grote hond. Kijk dan, een Akita. Oh, wat lief. Wat is dit voor een ras? Alaska Malamute. Oh, die vind ik ook leuk. Maar ja, dat is zo'n Siberische, zo'n ijshond. Als ik dan op een eiland ga wonen, dan. Oh, wat schattig. Oh. Ja, dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Ik hou het op een border collie, denk ik. Een border collie vind ik echt schattig. Wauw, ik kan hem zelfs een kleur als een panda geven. Ja, dit doe ik. Oh, dit vind ik zo schattig. Dan noem ik een lassie. Nee, ik ga hem geen lassie noemen, nee. Milo. Milo vind ik echt leuk. Is de man. Ja, top. En wat was zijn achternaam nou weer? De Jong. Oh ja. En het is wel een volwassen hond, wil ik wel. Oh, dit dan. Hij is actief. Hij is trouw. En. Ja, wat dan meer? Ik denk een. Ik denk slim. Top, dit is mijn familie. Wauw, wat schattig. Ik ga hem wel even op de. Ik ga hem wel even op de galerij zetten. De naam is De Jong. Als je hem wil zoeken, De Jong. En als je het echt niet kan vinden, hashtag Border Collie, hashtag SimSerie, dan kun je hem ook vinden. Oh, er staat hier dat ik. Wat? Dat ik gedownload materiaal heb gebruikt. Maar dat is volgens mij helemaal niet zo. Ik denk dat ik dan toch naar Sulani ga. Ik denk dat ik deze pak. Die is wel schattig. Ik laat hem gemeubileerd. Misschien zitten er wel leuke meubeltjes bij. Oké, in ieder geval, dit is het huisje wat ik nu kies. De volgende keer ga ik verder. En dan ga ik ook echt op ontdekking uit en zo. Ik ga offcam, dus buiten de camera, ga ik het huisje inrichten. Want dat is niet zo interessant. Vind ik ook niet interessant om te laten zien. Dus, ja, dat doe ik de volgende keer. Oké, hij loopt vast. Phew, hij doet het wel. Ja, dit komt omdat ik de MCC mod heb gedownload. Dus MC commands. Nee, hoe heet dat nou? Hoe heet dat nou? MC Command Center, ja. Toch wel. En ik heb de Slice of Life mod. Ik weet ook niet waarom, maar dat vind ik leuk. Dit is in ieder geval het huis. Oh, wat klein! Oh mijn god. Wat is het gebied hiervan dan? Ik hoop dat het ook. Oh. Nou ja, ik kan mijn huis altijd uitbreiden. Of een dak of iets erbovenop bouwen of zo. Dat maakt dan ook niet uit. Gelukkig. Maar dit is wel heel klein. Nou, voor nu maakt het niet heel veel uit. Maar ik ga in ieder geval de volgende keer ga ik bouwen. Nu niet meer. Hopelijk vond je dit een leuke video om te kijken. En ja,
hopelijk vind je het ook leuk dat ik een Sims-serie begin. Als je dit leuk vindt, als je het nu al leuk vindt, doe dan zeker even dit duimpje omhoog. Reageer even op mijn kanaal. En abonneer even. Dat zou ik ook superleuk vinden. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!